niks te vertellen. Zegt ze, ja, je bent boos. Ik zeg, ik ben niet boos. Ik zit te huilen. Ik ben aan het huilen. Dan ben ik toch niet boos. En dan denk ik, dan sta ik daar dadelijk op de begrafenis van mijn moeder. Mm-hmm. Wat ga ik dan zeggen over mijn moeder? Je luistert naar de Omdenken podcast. Ik ben Bertolt Gunster en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen over hun problemen. Het is niet het doel om die problemen per definitie om te denken. Er zijn namelijk meerdere bevredigende manieren om met een probleem om te gaan. Soms blijkt er bij nadere beschouwing helemaal geen probleem te zijn. Soms is een probleem oplosbaar. Soms kan je een probleem ook loslaten door je eigen verwachtingen los te laten. En soms kan je het probleem daadwerkelijk omdenken en een nieuwe mogelijkheid voor maken. Maar wat de uitkomst ook is, de doelstelling van dit gesprek is om het probleem te laten verdwijnen. Vandaag ga ik in gesprek met Margreet over de lastige relatie met haar moeder. Ik kijk vaak de filmpjes en dergelijke. Ik ben een keer in een voorstelling geweest. En er is een filmpje over de collega, de klagende collega. Ja. Ja. En nou, die had ik. Okay. Dus ik dacht, ik ga het toepassen. Dus de collega kwam op maandag na het weekend kwam ze terug. En wat doe je dan meestal? Goh, heb je een leuk weekend gehad? Nou, dit was een beetje een zwartgallige collega. Dus ik denk, oké, dat ga ik niet doen. Ik ga nu, want anders ga ik weer contrasteren. Ja, heel goed. En, ik hoef je niks te vertellen. Ja, helemaal goed. En dus ik denk, nee, ik laat er gewoon een verhaal doen. Ik ga niet zeggen van, ik ga wel zeggen van, ah, wat vervelend. En dus zij was daar de gal aan het spuwen. En op een gegeven moment, dus ik heb niet gezegd van, zie dat anders en wees blij. Daar ging er gewoon niet mee. Niet doen. En ze heeft de gal gespuwd. En ze was het kwijt. Ja. En de rest van de dag hebben we heerlijk, lekker, fris gewerkt, opgewerkt. Ze was gewoon het kwijt. Ja. Ik denk, gaat het zo makkelijk? Huh? Ja. Ik dacht, hè? Nee. Ja. Ja, dat was echt zo leuk om dat zo toe te passen. En dat ik dacht, hè, inderdaad, wat grappig, wat leuk. En wat hoe makkelijk ook. Ja. Maar en ook voor haar moet dat heel fijn geweest zijn. Ja, want zij kon lekker even de gal spuwen. Ja. En ik heb niet gezegd van, wat erg, moet je zo doen of moet je zo. Nee, gewoon dat verhaal aangehoord. Maar ik vind het heel dankjewel, fijn, leuk, goed om te horen. Ja. Maar je hebt dus geen probleem? Je hebt niet met die collega, nee. Wat ik heb ingezet. Je gebruikt eigenlijk als opstapje om naar het probleem te komen. Ja, dat ik heel, heel positief in het omdenken sta. Wat er bij mij thuis gebeurt. Mijn moeder gaat het om. Leuk, is mijn favoriete onderwerp. Heerlijk, hè? wat er is aan de hand. Ik ben een beetje het zwarte schaap. Ik heb nog een zus. Mm-hmm. En mijn zus die komt veel bij mijn moeder thuis. Die doet het goed, hè? Die doet het hartstikke die goed. Doet het goed. Die doet het dat goed. Dat hoor ik al. Ja, mijn moeder past ook op de kinderen van mijn zus. Mm-hmm. Dus mijn zus brengt de kinderen, haalt de kinderen, komt veel bij mijn moeder thuis. Dus als er wat aan de hand is met de tuin, of er moet een klusje gedaan worden, of er moet iets gedaan worden, pakt mijn zus dat op. Ja. Omdat ze daar op dat moment rondloopt. Even geografisch, waar woont je moeder? Mijn moeder die woont in het dorp op 9 kilometer afstand van mij. Van 9 kilometer. Je zus, hoe ver? Die woont nu op dit moment ook in het dorp. Die woonde ook 9 kilometer vanaf. Maar is naar je moeder toegetrokken? Is naar mijn moeder toegetrokken. Okay, maar de afstanden zijn voor allemaal klein, maar voor jouw zus kleiner dan voor jou? Ja, mijn zus woont op een kilometertje afstand nu. En ook in het dorp, dus die woont heel dichtbij. En die kinderen zitten op 150 meter van mijn moeder op school. Ja. En het was altijd al de bedoeling geweest om naar het dorp toe te verhuizen. Dus dat zat in de planning. Ja. Maar het feit is gewoon, mijn zus is daar gewoon heel vaak aanwezig. Dus die pakt alles op. Ja. Dus als ik dan eens een keer langskom, dan krijg ik het verwijt dat ik bijna nooit kom. Nooit wat doe. En dat alles op mijn zus afkomt. Want mijn zus doet zoveel en die heeft het al zo druk. Want die heeft al 3 banen. En dan moet ze ook dat nog van mijn moeder doen. En nou was er laatst een geval dat mijn moeder naar de tandarts moest. En die moest plotseling weg. En die belde mij op van, goh, je zus is aan het werk. Kun jij misschien in mijn huis gaan zitten? Want er komen mensen, die moeten binnen zijn. Ik zeg, moest ik om 30:30. Ik zeg, sorry, maar ik kan niet, want ik moet mijn kind ophalen. Ja. Dus dan dacht ik alweer, dan krijg ik de Zwarte Piet weer. Ja. Want zie je wel, als ik je een keer vraag, dan kun je niet. Ja. Dus jij bent een zwart schaap. Ik heb het dus met mijn zus geventileerd. Van, Zie je dat ook zo? Want ik vind het wel vervelend als jij het idee hebt dat je altijd
maar voor die dingen gevraagd wordt. Ja, en wat zeg je zus als je dan? Vindt dat ik meer moet doen, moet je precies. dat zeggen. En mijn zus zegt, wel nee joh. Geen last van. Weet je, ik loop daar toch rond en laat gaan en zo. Maar ja, ik vind het wel vervelend dat ik elke keer geconfronteerd word met dat negatieve gedrag van mijn moeder. Hoe oud is je moeder? Mijn moeder is nu 74. 74. Ja. Is er nog een vader aanwezig? Nee, die is overleden. Is ze zwaar medisch, fysiek, psychisch hulpbehoevend? Nee. Ze heeft, het is niet zo dat ze zorg nodig heeft? Nee, niet. Okay, hoeveel doet je moeder voor jou? Hoeveel doet ze voor mij? Ja. Niet zoveel. Nee, heb ik niet nodig. Nee. Maar biedt ze dingen aan ook? Hulp aan? Nee. Want ze heeft dus de relatie is dat jij moet eigenlijk dingen voor haar doen? Ja, eigenlijk wel. Ja. En als je dat niet doet, dan geeft ze het gevoel dat je geen goede dochter bent. Ja. Ja, dat geef mij eens. Ja? Ja, dat zij heeft recht op jou. Zo liggen de verhoudingen. Nou, dat zo voelt het vaak wel. Nee, zo is het. Want als jij niet er bent, dan wordt ze geïrriteerd. Dus zij vindt dat ze recht op jou heeft. Ja. Blijkbaar. Ja. Wat voor dingen zegt ze wel? Echt letterlijk? Ik hoef geen honderden, maar een paar dingen zo. Even kijken, want dat is even een moeilijk nadenken. Dat ik weinig over de vloer kom. Ik heb ook een zoontje, die wil ze ook wel vaker zien. Die zie ik te weinig? Die ziet ze te weinig. Dus dat verwijt krijg ik. Dat ik niet vaak genoeg langskom. Ik heb er genoeg, et cetera. Ja. Dat geeft jou een onprettig gevoel. Ja. Hoe kan je dat onprettig gevoel, hoe kan je dat beschrijven? Hoe voelt dat? Wat voor naam heb je ervoor? Dat hangt van de bui af, maar ze kan mij soms wel eens zodanig in de hoek duwen dat ik begin te huilen. Dat ik echt me zo schuldig voel. En dat ziet ze ook? Oh, ja. Daar is ze bij dan? Ja, en dan switcht zij van, zegt ze, je bent boos. Ik zeg, ik ben niet boos, ik zit te huilen. Ik ben aan het huilen, dan ben ik toch niet boos. Mm-hmm. Wil je dan dat ik boos word op je? Wil je dat dan? Nee, dat wil ik ook weer niet. Dus ze kronkelt heel erg. Heb je wel eens heel duidelijk onder woorden gebracht dat hoe zij zich gedraagt, dat jou verdriet doet of pijn doet? Probeer ik, ja. Ja, dat, ja. En mijn zus heeft ook een gesprek met haar gehad. Want, hoe reageert ze erop? Mijn zus heeft gezegd van, moet je goed luisteren als jij zo doet tegen haar. Dan, ze heeft niks van jou nodig. Jij hoeft niet op haar kinderen te passen en dergelijke. Als je het zo blijft doen, dan heb je grote kans dat ze niet meer bij jou op visite gaat komen. Want jij doet alleen maar onaardig tegen haar. En wat zegt ze dan? Oh ja. Dan lijkt het kwartje wel te vallen. En toen inderdaad, de keer daarna, zat ze weer even in de modus. Het is vaak als ze dan zelf een achterliggend probleem heeft. Ze moet bijvoorbeeld wachten op een uitslag. Ze heeft een paar keer kanker gehad. Dan zit ze te wachten op die uitslag. En dan zie je dus dat de spanning oploopt. En dan gaat ze weer in de modus van, ze gaat mij weer aanvallen. Negatieve dingen weer sperren tegen mij. En toen zag je daarna denken, oh nee, dit moet ik niet doen. Want anders dan... En dan hield het wel weer op. Maar soms komt het weer terug. Er zit dus enig lerend vermogen aan de andere kant. Ja, ja. Ja. Dus, ja. En ik denk, wat moet ik nou doen? Moet ik wekelijks... Zou jij een goede dochter voor je moeder willen zijn? Uiteraard. Ja, dat zit een beetje, denk ik, ingebakken in de... Zal ik jou iets bevrijdends vertellen? Het gaat jou niet lukken. Er moet een zwart schaap zijn. Nee, jouw moeder zou... Nee. Ja. Ik bedoel het anders. Jouw moeder zou jou nooit het gevoel geven dat jij een goede dochter bent. Hmm. Want als ze jou dat gevoel geeft, is ze haar chantagemiddel kwijt. Oh ja. Dat gaat ze niet geven. Dat idee heb ik soms ook. En hoe ook. Meer jij ernaar streeft, ja? Hoe chantabeler jij bent voor haar. Aha, ja. Ja, dat vind ik wel logisch klinken. Ja. Dus jouw bevrijding is dat jij tegen je moeder zegt, maar ik heb erover nagedacht. Mm-hmm. En ik heb... De afgelopen 20 jaar ontzettend mijn best gedaan. Mm-hmm. Maar het spijt me, ik moet erkennen, ik kan geen goede dochter voor jou zijn. Hmm. Echt ook die letterlijke... Ik zeg je gewoon, ik schrijf gewoon een script voor jou. Achter eigen woorden. Nee, dat is de gevangenis waarin jullie met elkaar zitten. Ja, zij heeft een idee van hoe een goede dochter hoort te zijn. Ja, omdat zij dan jou voor jou kan laten werken. Ja. Jij hebt een gevoel, hoe je een goede dochter voor je moeder kan zijn. Dus je bent chantabel, want je voelt je schuldig. Ja, omdat je niet voldoet aan een goede dochter zijn. Ja. Dus de bevrijding is dat je zegt, maar ik kan geen goede dochter voor jou zijn. Nee. En dat je dus ook niet meer van jezelf hoeft te zijn. Nee, oké. Ja.
En ja, je zegt nu oké, okay, maar dit zijn... Rustig. Dit zijn nogal... Ja, ik heb ook altijd gedacht dit is een iemand die inderdaad op het negatieve gaat zitten. Je hebt de ouderen die heel positief zijn. Ja. Daar wil je ook graag heen. Het is leuk om heen te gaan. En je hebt mensen die alleen maar negatief zijn. En denk ik, wat win je daaraan? Als je een probleem wilt laten verdwijnen, is het verstandig om eerst een onderscheid te maken tussen problemen met dingen en problemen met mensen. Elk vraagt namelijk een eigen aanpak. Margreet worstelt duidelijk met een probleem met iemand anders. Het lastige daarvan is dat je de ander niet kunt veranderen. Wat je echter wel kunt veranderen is je eigen gedrag en als gevolg daarvan mogelijk ook het patroon waar je met z'n tweeën in zit. Het lastige is alleen, als je zelf onderdeel bent van een patroon, is het heel erg moeilijk om dat patroon te doorzien. Daarom onderzocht ik met Margreet eerst welk patroon er precies onder haar probleem zit. Maar ik moet eigenlijk een vraag stellen aan jou eerst, mm-hmm. voor ik te snel met de aanbeveling kom. Ja. Hoe zou het zijn, straks is je moeder dood. In de natuurlijke gang van zaken is dat ze eerder dood gaat dan jij. Ja. En dan is er een begrafenisbijeenkomst en dan daar kom je tot de conclusie, ik heb nooit een goede dochter voor mijn moeder kunnen zijn. Ja. Kan je daar nu vrede mee vinden met die gedachte? Nou, ik heb ook wel eens gedacht van stel je voor, want ik ben ook iemand die op toneel staat en dergelijke. En dan kom je ook scenario's tegen. En denk je, we hebben de begrafenis van mijn vader gehad. Daar hebben mijn zus en ik allebei gesproken. En ik trok heel erg met mijn vader op. Wij hadden dezelfde gemeenschappelijke hobby. Dus ik was heel veel met mijn vader bezig. Ja. En daar zit natuurlijk ook een stukje jaloersheid van mijn moeder in. Denk ik zo. Is allemaal haar probleem. Ja. Zij zit hier niet aan tafel. Ja, nee. We gaan die invullen voor andere mensen. Nee, okay. Zou kunnen, oké. Okay. Ja. En dan denk ik, dan sta ik daar dadelijk op de begrafenis van mijn moeder. Mm-hmm. Wat ga ik dan zeggen over mijn moeder? Mm-hmm. Ga ik een heel positief verhaal ophangen? Of wat ga je dan zeggen inderdaad? Van ja, ik heb altijd geprobeerd inderdaad om een goede dochter te zijn, maar het was niet genoeg. Los van wat je gaat zeggen, mijn vraag is, kan je leven met de gedachte dat dan, los van wat je gaat zeggen, kijk, op begrafenis ga je natuurlijk een aardig verhaal houden. Tuurlijk. En een beetje sociaal wenselijk en ook wel dingen die je dan meent, maar de scherpe kantjes, die ga je dan niet vertellen. Ja. Maar daar gaat het niet om, of mij gaat het niet om wat je gaat zeggen, het gaat erom, als jij tot de conclusie moet komen dat het je niet gelukt is om een goede dochter voor je moeder te zijn, kan je daar nu vrede mee hebben? Dat is mijn vraag. Ja, dat zal toch... Dat zal eventjes een omschakeling zijn. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Ja, met die omschakeling zijn wij nu bezig. Ja, want ik kom weer even terug op wat ik net zei. Ja. Het is mijn aanname dat goede dochter voor jouw moeder willen zijn, dat een heilloos project is. Dat gaat jou niet lukken. Nee, want dat je probeert, denk ik, okay, dan ga ik elke week ga ik proberen te bellen. Nou ja, dat wordt soms ook niet in dank afgenomen. Ik ga niet te veel over mezelf nu vertellen, maar ik zou dit kunnen aanvullen met velen van, het is nooit goed genoeg. Nee, en als je echt heel erg je best doet, is het weer te veel. Ja, dan heb je dat dit, weer. Zie ik, ja hoor, ja precies. Dus ik ga weer even terug naar waar ik was. Ja. Jouw moeder heeft met jou een constructie bedacht, dat zolang ze jou niet het gevoel geeft goede dochter te zijn, en je schuldgevoel geeft, dan ga je dingen voor haar doen. Dan ga je dingen. Ja. Je bent gewoon een soort werkpaard voor je moeder. Zo is dat. Ja. Ja, nee, maar dat is belachen. Ja. Ik vind het heeft een hele komische kant. Ja. Maar het trieste is dat zij dus als... Zij heeft jou gebaard, maar ze is gewoon niet in staat om van jou te houden. Hm. Ja. Ja. Ja, dat klinkt heel hard. En dat zal ze zelf, ze zal natuurlijk zeggen, ja, maar ik hou van haar, maar dat voelt niet zo voor jou. Ja. Toch? Nou, ze houdt natuurlijk van me. Dat zie je in bepaalde gedragingen. Maar het is... Het ligt aan hoe je houden van definieert. Ja, precies. Ik houden van definieer ik niet als iemand het gevoel geeft dat hij schuldig is. Dat hij iets zou moeten doen voor mij. Dan heb ik met zo iemand een relatie waarbij ik de ander misbruik. Ja, en dan denk ik ook... Dat is vind ik geen houden van. Nee. Nee, houden van is dat je iemand het licht gunt. Ja, ja. Dat je iets voor iemand wilt doen. Ja. In plaats van iets te uitpersen als uit de sinaasappel. Ja, precies. Ja, en dan denk ik ook, wat bereik je nou met deze houding naar mij toe? Je zit steeds over, waarom is zij zoals ze is? Ja. Weet je wat jou helpt? Ze is zoals ze is, punt. Punt. Okay. Ze zal een verhaal hebben, weet ik veel. Ja. Biologisch, chemisch, is haar verantwoordelijkheid. Ja. Het is jouw verantwoordelijkheid hoe je natuurlijk daarmee omgaat. Ja, precies. Iets.
Maar ook als je haar begrijpt hoor. Dit spel is gewoon interessant, want het is een interessant spel. Ja, dus het is heel... Voor haar. Ja, ja. En jij, wat ik zeg, je wordt als een sinaasappel gewoon... Dus je kijkt gewoon hoeveel zit er nog in. Ja. En op een gegeven moment, als je tegenspunt, dan stoppen ze met draaien. En dan weet ze wel tot hier en niet verder. Ja, ja. Maar je zegt steeds ja, je bent het mee eens. Klopt dit? Klopt dit? Ja, dat klopt. Alleen, hoe ga ik het praktisch in? Dus dit is niet snel. Dit is een juiste constatering. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan je hebt precies de vraag die je stelde. Dan mag je dan zelf een antwoord op geven. Doe je goed. Hoe ga ik hier nu mee om? Ja, goede vraag. Ga ik haar meteen gewoon confronteren met van moet je goed luisteren? Ik doe constant mijn best en nooit is iets. Het is nooit goed genoeg. Hoe gaan we dit zo handhaven? Of je moet niet in termen van we, je moet alleen maar ik boodschappen uitzenden. Okay. Want we is ingewikkeld, symbiotisch, loopt door elkaar, moeder, dochter. Ja. Hou het simpel. Zolang je de ander als het probleem definieert, kom je nergens. Accepteer de ander zoals die is, want die is namelijk zoals die is. De moeder van Margeet is dus ook zoals ze is. En ze gaat na jaren haar gedrag ook niet zomaar veranderen. Het lastige is natuurlijk wel dat Margeet wel last heeft van het gedrag van haar moeder. In dat geval zijn we geneigd om naast het probleem ook de oplossing bij de ander te zoeken. Maar dat leidt tot een vastdenken. Het patroon blijft bestaan, je komt er niet uit. Sterker nog, het probleem wordt alleen maar groter als je je zo opstelt. Daarom probeer ik in dit gesprek met Margeet te onderzoeken wat zij kan doen. Waar zou zij mee kunnen stoppen? Welke verwachtingen zal zij mogelijk moeten loslaten? Hoe, kortom... zou zij zich tegenover haar moeder zo kunnen opstellen dat daardoor het bestaande patroon doorbroken wordt? Zullen we teksten zoeken? Dat vind ik. Ja. De tekst, wat je dan precies gaat zeggen is heel belangrijk. Ja. En, dus ik ga nu wat zeggen, maar het moet voelen als jouw woorden. Hè. Dus ik zou iets zeggen in de trant van, maar ik heb er best gedaan goede dochter te zijn, dat lukt me niet. Daar voel ik me vaak schuldig over. Nou, ik wil daarmee stoppen, want daar maak ik mezelf heel ongelukkig mee. Dus ik heb besloten, ik heb het geprobeerd 20 jaar, maar het lukt me gewoon niet om jou... tevreden te zijn, te stellen. Het lukt mij niet om een goede dochter voor jou te zijn. Dus ik heb besloten dat ik daarmee stop. Ja. Met dat willen zijn. Ja. Het lukt me niet. Ja. We maken elkaar het leven moeilijk. Ja, dat... En dan zal ze dat beamen, want ze zal inderdaad vinden... Ja, dat klopt, zal ze waarschijnlijk zeggen. Ja. Nou, wie weet. Dat is één. Ja. En dan twee is, dus dat betekent dat ik wat afstand hou. Ja. Ja. En dan zal ze zeggen, wat bedoel je daarmee? En dan, ik schrijf gewoon script voor. Ja, hoor, Dan bedoel je mensen, dat elke keer als je mij kwetst... Ja. En als je mij het gevoel geeft dat ik me schuldig voel... dan neem ik wat afstand. Letterlijk of figuurlijk? Allebei, maar hangt er vanaf. Of ik ben een tijdje niet, of ik kom even... Ik weet dat niet precies. In ieder geval, ik ga dan niet meer mijn best naar je toe te gaan... maar ik neem dan juist wat afstand. Dus elke keer als jij mij kwetst, ga je niet naar je toe, dat deed ik. Dat ik mijn best voor je ging doen, nadat ik... Nee, dan neem ik juist wat afstand. Ik speel dat spel niet meer mee. Dat is heel assertief. Ja. Ja, heel assertief. En ik denk dat het heel gezond is voor jou. Dat je er heel erg aan toe bent. Ja. Ja, het is alleen wel... Het is wel heel eng. Het is heel eng, ja. En je ziet dat is twee, hè? Eng. Ja. Over eng hebben we het zo, want dat is heel reëel. Ja. Eén, is dit de juiste stap? Los van de precieze woorden en zo, maar is dit de goede... Is dit wat passend is bij waar jij naar verlangt, wat jij wil? Ja, ik wil natuurlijk dingen voor haar doen, maar niet meer gedwongen zoals ze dat nu doet. Ja. Tuurlijk wil ik dingen voor haar doen. Natuurlijk had je het liefst een hele lieve fijne moeder gehad die gewoon van je hield en niks aan de hand was, maar die moeder heb jij niet. Nee, dat en die ga je ook niet krijgen. Nee, dat als ze al nu zo lang al dit zo ligt niet in de lijn der verwachtingen. Nee. En ik begrijp nu ook al een beetje de relatie van mijn vader en mijn moeder. Dat snap ik ook nu. Mijn zus zegt al, snap je nu ook waarom mijn vader nooit waarom onze vader nooit een gehoorapparaat wilde hebben? Ik zeg, dat snap ik nu. Heel goed. Ja. Ja, dus ja. Oké, dan over het eng, want dat stond nog. Ja. Leg maar uit, kan je uitleggen wat je er eng aan vindt? Het zo brengen. Zo van, want we hebben er nooit zo over gesproken. Hmm. Er is nooit zo concreet over gesproken. Dus als je dit nu zo concreet gaat uitspreken, ben ik heel benieuwd. Ik heb daar voor mezelf vrede mee. Het klinkt heel goed. Hoe gaat de ander dat doen? Heeft de ander genoeg capaciteit om dit te accepteren? En dat komt dan van mijzelf.
ik ga dit doen. Gaat zij haar chantage een stapje hoger brengen? Gaat ze dat nog proberen? Ja, en dan als ze dat doet, dan zeg je, maar dit is wat ik bedoel. Nee, ja. Dit is wat ik bedoel. Ja, ja. Je doet nu wat ik bedoel. Ja. Ja, dat ik begrijp het niet. Je doet het ja. nu opnieuw. Ja, ja dat zit dan in je scenario, want dat patroon ben je gewend. En dan zeg je, ik ga je nog wat meer helpen. En dan zeg je, maar als je nu nog hier doet, dan hang ik op. Zo, ja. Klik. Maar ik heb je gewaarschuwd, ik hang ze echt op. Ja, ja, ja. Ja. Maar je ziet, ik spreek uit ervaring. Ja. Ja, ja. Maar je hebt geen keus. Nee, want je moet zo, inderdaad. Je bent en jij maar je best doen om te zorgen dat je met je moeder het zo plooit en doet dat het leuk wordt, maar dat precies, wordt het niet. Ja, precies. Dat gaat niet gebeuren. En ook omdat je je schuldig voelt naar je zus, terwijl je weet. Ja, wat heb je goed gedaan? Je zus... Want je hebt gecheckt of je zus oké is en ze is er oké mee. Ja. Dus het gaat erom dat jij je schuldig voelt ten opzichte van jezelf. Dat is het probleem. En hetzelfde gedrag, dat hoor je nu ook terug, doet ze ook bij mijn zus. Denk je dat? Ja. Maar mijn zus zit dan iets anders in elkaar. Hoe dichter je bij komt, hoe heftig het patroon eigenlijk wordt. Dat is heel tragisch. Ja, ja, want dat zegt mijn zus ook. Jij lijkt veel te veel op je moeder. Dus daarom bots je ook. Tijdens de begrafenisvoorbereidingen van mijn vader heeft mijn zus ook gezegd, heel verstandig, ga jij maar even een dag naar huis. Want als jij blijft, dan wordt het knallende ruzie. Knallende ruzie. En ook daarin heeft zij weer geprobeerd om haar zin door te drijven tijdens de begrafenis. En gelukkig werd ik bijgevallen. Ik wil niet in details treden. Maar ook daar werd ik gelukkig bijgevallen door mijn zwager. Omdat ik iets wilde tijdens de begrafenis. Wat mij heel goed zou doen. En zij wilde dat afkappen. Zij wilde dat afkappen. Want dat had te maken tussen mijn vader en mij. En zij wilde dat niet. Hmm. En ik heb dat toch doorgezet. En achteraf is het heel mooi geweest, wat we gedaan hebben. En nu zegt ze ook, ja, dat was wel heel mooi. Dat was wel heel mooi. Ja. Dat hoorde echt bij je vader. Dan denk ik, nou, dat is toch goed dat ik even mijn poot stijf gehouden heb. En mijn zwager mij bijgevallen is. En ik denk dat daar ook een stukje onverwerkt leed zit van vroeger. En nu hetzelfde. Ik nu met mijn zus heb ik het er ook meer over. Ook omdat dit dus zou plaatsvinden. Hoor ik nu ook van mijn zus dus dingen terug. Maar mijn zus kan daar gewoon mijn moeder daar veel directer mee confronteren. En door mijn zus lijkt het ook meer geaccepteerd door mijn moeder. En dan denk ik, hé, waarom accepteert ze dat wel meer van mijn zus dan van mij? Is het omdat ik het nog niet zo stevig aanpak. En mijn zus wel. Denk ik. Gek. Jouw zus heeft, kan haar kinderen ook brengen. Er is meer wederkerigheid. En dat je moeder echt iets voor haar doet ook. Maar dat is hoe zij dat met elkaar doen. Ja. Naar mijn overtuiging hebben veel mensen van de generatie boven ons een soort aanname. Vooral vrouwen. Dat ze hebben die kinderen gebaard. Die hebben ze gemaakt. Hebben ze gevoed. En die moeten gewoon nog iets terugbetalen. En die rekening is nooit klaar. Ja. Ja. Nou, en de vraag is, speel je dat spel mee? Ja. Of kan je op een gegeven moment zeggen, joh, luister eens, mensen worden tegenwoordig 80, 90 jaar. Ik heb zelf kinderen, straks heb ik kleinkinderen, ik moet in de mantelzorg. Ik heb een sociaal leven. Wanneer is die rekening ooit vereffend? Die is nooit vereffend. Ja. En die betaal je niet terug aan je ouders. Als je dat terugbetaalt, doe je het aan je eigen kinderen of aan andere mensen. Ouders hebben geen recht om een terug te betalen rekening. Zij hebben kinderen gewild en dat is het dan. Ja, ja, en ook, maar ook een beetje die generatie van vroeger, die kon natuurlijk ook nog soms niet kiezen om wel of geen kinderen te krijgen. Het was natuurlijk maatschappelijk dus kunnen ze zelf het verhaal vertellen dat hun is overkomen. Dat was zo. En mijn moeder heeft ook gezegd van, goh, ik vond het eigenlijk heel prettig dat ik net getrouwd was. Dat er niet meteen kinderen kwamen. Want er komt zoveel op je af. Dus haar zuster ging een kaarsje branden in de kerk. Want er waren nog steeds geen kinderen gekomen. Mijn moeder zei, nou, ik vond het eigenlijk wel prima. Fijn. Prima, want even terug naar waar we waren. Anders gaan we daar. Nou, we gaan kletsen, is ook leuk. Ja. En dat is niet erg. Maar even, voor jou kwam met een startvraag. Ja. Ja. En, hoe stop ik de emotionele chantage? Van mijn moeder. Daar hebben we een helder verhaal over geconstrueerd. Kan je met dit verhaal leven? Ja, alleen het confronteren zal best, want ik zit ook een beetje met het feit, laatst ben ik dus bij mijn moeder geweest en toen was het allemaal leuk.
Er werd niets aan mij gevraagd. We zijn leuk ergens naartoe geweest. Dat was gezellig. En we zijn weer teruggekomen. En dan denk ik, als het zo leuk en gezellig is, ga ik er dan meteen mee confronteren? Of confronteer ik ermee als ze het gaat doen? Daar zou je een moment voor moeten kiezen. Ja. In ieder geval, je kan nu besluiten dat je dit spel niet meer meespeelt. Ja. En dat je dat een keer tegen haar gaat zeggen ook van, maar ik doe er gewoon niet meer aan mee. Want ze is 74, zei je toch? Ja. Ze is nog helder van geest. Ja. Als ze nou 92 is en dement, dan zeg je dat niet. Maar ze heeft de leeftijd dat ze het nog prima kan begrijpen. Ja. Dus dan leg je dat uit. Dan kan je dat toelichten en begrijpt ze het ook. Ja. Dus dat moment komt wel. Dat moment komt wel. Oké. Okay. Ja, het is niet zo dat ik morgen een afspraak met haar maak en we gaan dit bepalen. En dit, Jij weet wel, er komt een dag en weet je wel, nu ga ik het zeggen. Dan moet je het ook niet meer gaan bedenken van tevoren. Zou ik je een overweging willen geven? Mm-hmm. En een keer zit je met haar aan de telefoon en dan zucht je diep en denk je, nou, weet je, ik moet het gewoon nu zeggen, want dit wil ik niet. Of je bent op de visite. Of je zegt, ik ga het even langs. Dat weet je. Wacht maar op het moment dat je een impuls krijgt die zo sterk is dat je het gewoon vanzelf vertelt. Ja. Maar je kan nu het besluit nemen dat je het spel niet meer mee. En dat heb je gedaan? Ja. Dat ga je ook doen? Ja. Hoe voelt dat? Ik heb een afrondende vraag. Hoe voelt dat? Bevrijdend. Ja, bevrijdend. Zo van, oké, het is niet iets wat ik hoef te accepteren. Ik hoef het niet te accepteren. En het is haar probleem. Het is niet mijn probleem. En zolang jij een goede dochter wil zijn, zal jij je schuldig voelen dat je die bent. Ja. En dat stopt ermee. En als je geen goede dochter meer hoeft te zijn. Nee, en het gaat me nooit lukken om een goede dochter te zijn, want zij doet elke keer een stapje erop bovenop. Dan zijn we op het eindpunt van dit gesprek gekomen. Heb je nog evaluatieve opmerkingen? Zo. bevrijdend, opluchtend. Heel leuk. Tof. Leuk om het zo eens neder te leggen. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Heb jij ook een probleem waarover je graag met Bertolt in gesprek zou willen? Dat kan. Kijk op omdenken.nl/podcast en meld je aan. En luister jij dit nou op je computer of via onze website en wil je dit graag op je telefoon luisteren? Ga dan ook even naar omdenken.nl/podcast, want daar leggen we je precies uit hoe je dat voor elkaar krijgt. Tot de volgende keer!